Erop? Ja. Ja, gaan we jou even nakijken? Ja! Je zet een beetje champagne op twee. Ik ga even Pieter. Dat vinden ze nooit leuk hoor, die prikken. Ach, was je toch? Nou, komt goed. Komt goed. Kom maar, hè. Dat is lekker. Oh, snel weer vergeten. Hè? Goedemorgen, jongens. Een beetje slecht nieuws. Want hij mag niet mee naar Nederland. Hij is niet oud genoeg. Dus we hebben net zijn inenting gegeven. En hij mag over een maand komen. Dus dat is wel weer een positief ding. Dus ik neem hem nu even mee naar het huisje. Oh shit, zegt van waar met deze auto. Ja. En daar ga ik even op letten. En dan komt iemand hem zo ophalen. En dan gaat hij in een gastgezin. Waar hij het aankomende maandje lekker mag chillen. En dan komt hij alsnog. Nee, hoeveel zorg ik bij Maarten Chico nu? Jij hebt een hond geadopteerd. Dat moet je ook even vertellen. Ja. Jij neemt er een. Ja. Shayla neemt een hond. Ik neem ook een hondje. En hij, ja, we hebben hem Chico genoemd. Ja. Maar hij is nu pas 7 weken, dus ik mag hem nog lang niet meenemen. Ja. En nu zit hij in een asiel en ik wil hem meenemen. Ja, dat is echt zo. Sorry, want je wil ze het liefst niet in het asiel hebben, maar ja. Zo jongens, ik ben weer lekker thuis en Quinn en Shayla zijn naar het strand. Want ik ben lekker thuis gebleven voor de hond. Die heb ik meegenomen, die werd zo opgehaald door het pleeggezin die de aankomende maand om gaat passen. Hij ligt dus te slapen. Kijk even, kijk. Hey. Hij is zo moe. Maar je moet je voorstellen dat hij dus nog nooit zo'n rust heeft gehad. Continu dat hok met al die honden, dat asiel, die hitte. En nu ligt hij lekker verwend in de airco te chillen. We zijn alleen maar aan het slapen. Hij gaat slapen. Maar hij is toch wel een beetje bang om zich over te geven. Zo'n lief beestje. Hij heette dus eerst Fuse, maar iedereen vond het een lelijke naam. Dus ik heb hem Goofy genoemd. En vanavond is de wedstrijd Curaçao tegen Curaçao. Want het klinkt heel waar, maar het is echt zo. Nee, zie je, hij is wakker nu. Ik was een heel stukje weg. Kom dan, ja. En daar heb ik heel veel zin in die wedstrijd. En misschien ga ik zo nog even naar het strand. Even kijken. Heel even nog. Zo jongens, we zijn alweer een dagdeel verder. En ik heb me omgekruikt. Voor ik een wegkruik. Wat hoor ik? Kijk nou. Hey. Die hebben we ook, hè. Deze nemen we misschien heel misschien mee naar Nederland. Jullie hebben hem al gezien. Dit is Boots. En die is sinds mijn moeder hier is niet meer bij de weg gegaan. Dus misschien nemen we die ook mee. Even kijken, want hij heeft ook een vriendje. Dus we moeten even kijken of het chillig is om hem mee te nemen of niet. Want op zich ziet er gewoon goed uit. Shayna is even omkleed. Quinn is gaan jetskiën. Dus die komt geloof ik naar de wedstrijd toe. Super leuk. En ik heb een shirtje aangedaan. Een broekje van de H&M. En de schoenen van de Merfield. En ik zou zeggen, nog even een sippie. Dan richting het stadion. Naar Curaçao tegen Curaçao. Zijn we er klaar voor, China? Hey! Quinna, klaar voor? Ja, ja. Mama, klaar voor? Yes, sir! Woehoe. Er was net iemand met zo'n dienblad. Die liet het zo volgens zijn neus pleuren. Daar is hij weer hoor, daar is hij weer. Ja, ja. I like to move it. Woohoo!
hou op, hou op. Hé, hey, deze is slecht, man. Thuis en het was super leuk. De wedstrijd was 6-1 geworden, maar dat was een penalty die we wilden filmen, maar dat was echt niet terecht. Maar goed, het was een vriendschappelijke wedstrijd, dus dat maakt op zich heel weinig uit. Daarna ben ik naar Havana gegaan. Ja, Havana. En daarna nog Quinn. Waar zijn we als tweede naartoe gegaan? Of Shayna? Wat? Die tweede tent, hoe heette die? Clubloos. Clubloos. Oké, in Curaçao bij Antiel. En dat was super leuk, maar ik was gewoon heel moe. Het is nu 1:00 of 2:00. En ik ga lekker slapen. Morgen gaan we weer naartoe, lekker op het strand liggen. En wat nog meer? Weet ik echt niet. Gewoon lekker chillen op het strand. Daar heb ik zin in. Heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe video. Dab.